Hartelijk donderdag allemaal en leuk dat jullie weer kijken. Het is vandaag de 13e en het is één dag verschil van vrijdag de 13e, want dan zou dit een pechdag zijn, maar dat is het niet. Dus 13 houdt in dat we deurtje 13 gaan openmaken deze donderdag. Maar we gaan eerst kijken wat ik de vorige keer had, gisteren. Gisteren hadden we namelijk dit ding. Ik heb geen idee hoe het heet. Met heel veel dingen weet ik niet hoe het heet. Maar dus dit is wat we gisteren hebben gehad. Dus laten we nou het deurtje openmaken van vandaag. En dan ben ik benieuwd wat er uitkomt. Hoppakee, deurtje 13. Het is weer een ruimteschip. Oh. Het is eigenlijk geen verrassing, want de meeste dingen in deze doos zijn ruimteschepen of minifiguurtjes. Er zijn maar een paar dingen geen ruimteschip. Dus de kans dat er ruimteschip is hoog. Oké. Dit ding er ook uit, zo, hoppakee. Laten we even inzoomen op de troep. En we tieven het zakje weg. Deze lijkt wel heel veel onderdelen te hebben. Zo, op het oog. Ik ga ze eventjes naast elkaar leggen. Want dit is wel heel... best veel hier. We hebben er veel van 4. We hebben een gladde van 3. Eentje van 2. Dopdingetjes. Ja, we gaan vandaag netjes... Ik heb vandaag gewoon echt besloten om netjes mijn Lego te sorteren voordat ik ook iets ga doen ermee. Voordat ik het ook maar ga bouwen, voordat ik na ga denken hoe die tekening moet. Zo. Dus we hebben wat van die schuine kantjes. Kom op draaien. Het zijn wel allemaal kleine dingetjes hoor. Kleine dingetjes. Antennes. 1 en 2. Ja, die ligt niet lekker. Ja, blijf. Blijf. Die ligt niet lekker. Dan hebben we nog dit ding. Dan hebben we nog dit ding. Dit rare ding. Deze kan hierbij. En we hebben een doorzichtige van 2. Ik denk dat dit een soort raam moet worden. En dan hebben we gesorteerd. We hebben Lego gesorteerd op dit ding nou, want die wil dwars zijn. Oké. Hoe gaat dit? Hoe gaan we dit maken? Het is... Oké, laten we beginnen met de vleugels. Dat is het meeste werk. Dus we pakken een vleugel. Dan pakken we dit ding. Die plakken we op. En dat doen we ook... Voor de andere kant, maar dan contra. Ja, de vleugels zijn contra. Dan gaan die erop. Zo. Oh, ik doe het buiten beeld. Sorry jongens. Zo, die twee erop. En dan die schuine kantjes. Ik doe het verkeerd. Ze moeten zo. En dan die schuine kantjes. Zo. En dan zijn dit de vleugels, zover ik dat kan zien. Ja. Dit zijn dan de vleugels. Oké. Die leggen we hier neer. Dan ga ik de cockpit maken. Dat is simpel. Dat is dit ding. Met dit ding erop, met de doorzichtige erop. Dus het zijn deze twee. En dan komt hier een ding wat je oog kan kapot maken. Hier komt een schuin dakje. En hier komt die gladde van 3. Zo. Prachtig. En dat is dan het dak of de cockpit. En dan het vliegtuig zelf. Dus het chassis of het frame, whatever. Laten we het frame noemen. De romp. We noemen het de romp. Die twee.
En weer zo'n ding wat je ogen eruit kan schieten erop. Ja, dan gaan we dat erin houden ook. En dan dit ding. Wat een hele andere kleur heeft dan de rest. Die mag hier. Maar misschien hadden ze die niet in het grijs. En die mag daar. En dan hebben we dit. En dan hierop aan de bovenkant een antenne. Maar ik denk dat het in dit geval geen antenne is, maar een gun. Hij moet zo, zodat hij naar voren kan schieten. Maar nu moet hij even omhoog. Dan doen we de cockpit erop. Die past hier. Hartstikke idee. De gun kan naar voren. Oh. En dan de vleugels. En dat is... even kijken hoor. Zo, ja. Zo. En de andere kant. Die gaat dan zo. En dit is dan ons... ons voertuig. Ik heb geen idee. Zoals altijd heb ik weer geen idee wat het is. Het is grappig, het is leuk, het is klein, het is compact. Dit ziet er wel mooi uit van de onderkant. Ik ben gefascineerd door de onderkant dan door de rest. Ja, achterkant ziet er ook mooi uit. Ja, het is leuk ontworpen. Ik heb geen idee wat het is. Mooi. Servo-onderdelen. We hebben weer twee extra kogels om ogen eruit te schieten. Antenne. En het bakje reserveonderdelen begint aardig vol te raken. Ik weet niet of dat goed is of slecht, maar ja, boeit me niet zo. En dit is het voertuig. Nou, dan zeg ik weer bedankt voor het kijken. Maak er een mooie dag van. En tot morgen. Dag! Oh, je bent er nog. Goed, nou ja, wat ik wil vragen. Subscribe even als je dat nog niet bent. Ik wil graag minimaal 1000 abonnees. Zo kan ik weer partner worden bij YouTube. Want YouTube heeft mijn partnerstatus afgenomen. Omdat ik onder de 1000 abonnees zit. Dus daarom vraag ik je. Abonneer, deel, like, subscribe. Al die YouTube onzin. Want ik zou het echt leuk vinden als ik mijn partnerstatus weer terug kan krijgen. Nou, dankjewel en tot de volgende aflevering. Dag!